que du vent, un câlin entre deux mains. Thank you.
here we go! Zet uw kaartjes aan de kassa voor de volgende rit. De volgende ronde. Yo, 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 Poketable! Goedemiddag, goedenavond, goedenochtend voor sommigen. Goeiedag, hoe is het allemaal, jongens? Alles lekker met iedereen. Welkom, welkom bij deze nieuwe show. Hey, Fire staat gewoon nog aan. Fire staat gewoon nog aan, jongens. Ik jou bellen, BV. Zullen we die Fire even uitdoen? Ja, ik dacht dat het kon. Hey, goedenavond, jongens. Zo, jij bent vroeg. Yo, 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 topper. Goedenavond, Looney Tunes. Sophie's gezellig. Luc, Jotte, Ruben, Kieft. Looney Tunes. Lekker mannen daar. Ja, zeker. Goed. Goed, goed, goed. Ik heb hier een hele vette box, jongens. Ik heb hier een 400 euro mystery box. Heel benieuwd, jongens. Ik ben heel benieuwd. Wat vinden jullie ervan? Wat denken jullie dat erin zit? Wat denken jullie dat erin zit? Wat denken jullie? TPMS sensor. Ja, dat zou, nou ja, dat zou wel rond de prijzen. Nee, dat ga ik morgen doen, Looney. Morgen dan gaan die nieuwe sensors erop. Maar wanneer kan ik langskomen voor het kalibreren? Dat komt bij jou, toch? Het kalibreren van de camera. Wat kost dat bij jou? Ruben, heel verstandig. Heel verstandig. Hey jongens, voor de mensen die het leuk vinden. De eerste mensen die vandaag bestellen. Die krijgen een kaartje bij van Vintage. Een Vintage kaartje krijgen ze erbij. Dus als je wat bestelt vandaag, krijg je er een gratis kaartje bij. De eerste 7 mensen. Dus de eerste 7 bestellingen krijgen een random kaartje bij. Ik zal ze zo meteen nog even schudden. Er zit van alles en nog wat in. Vooral starters, Meowth, Eevees, B-Set, Rocket. Er zit echt van alles onder. Ja, top man, top man. Was het ver rijden eigenlijk naar jou toe? Was het ver rijden of... Doe mij maar weer een Dragon Ball Z pakje alsjeblieft. Lekker maat. Gaan we fixen. Gaan we fixen. Hoe is het verder met iedereen? Wat zijn jullie aan het drinken? Maandagavond. Een extra streampje gewoon voor de gezelligheid. Waarom ook niet? Waarom ook niet, jongens? Het kan gewoon, hè. Waarom gewoon niet? Ruben Kieft. Alright. Ja, Twente was het, ja. Oh ja, Twente was het, ja. Dat was al een stukje. Dat was al een stukje rijden. Ik ga even een nieuw tikje aanmaken voor je, Ruben. Oh, je hebt hem al. Je hebt hem al betaald. Doet hij het bij jou nog steeds? Meen je niet, joh. Ik zal wel even een nieuwe aanmaken voor de rest. Wow! Wow, shit trouwens! Hoor dit! I want your love. Dat is letterlijk van Bass Modulators. Een van hun eerste grote nummers. Die wordt gewoon hier gedraaid door iemand. Wat ziek, hè? Gewoon gemixt. Lachen, joh. Hey, dat is wel grappig. Ik zal hem even doorsturen naar Rode. Dan kan hij nog geld krijgen. Ruben. Een pakje Dragon Ball. Daar gaan we, maatje. De eerste bestelling is binnen. We gaan zo meteen lekker die box openen. 400 euro mystery box. Ik ben heel nieuwsgierig wat er allemaal uit gaat komen. Hé, hey, waarom is het licht zo net niet, zeg maar? Zo is beter? Ja, zo is beter. Alright, here we go! Come on, Ruben. Doe mij maar een CH. Wat is een CH? Crimson Haze? Is dat een Crimson Haze? Oeh, nice, SR. CH denk ik wel, toch? Crimson Haze? Hey Ruben, SR'tje te pakken. Bardock, Heritage of Legends. Let's go.
voor onze Ruben Kiep. Goedenavond, Bruce. Hey, Stijn, hoe is het? Yes, dat is hem. Oké, top. Best Squinny voor de Crimson Haze. Hitje! Nou, je hebt de allereerste. En dat is een Bulbasaur. Nederlandse Bulbasaur. Samen met de Poker Bruce card. En dat is een Boss's Way. Een Nederlandse Bulbasaur. Voor de eerste 7, hè, jongens. Voor de eerste 7 mensen. Die krijgen er een gratis vintage kaartje bij. Having Lysiers Emmy! Zo, optimaal framboos, elektrisch dekentje. Mijn bed en Bruce. Beste avond van de week ever. Ja, nou. Donderdagavond kan het beter, hè? Met de bathrobe. Dan is de bathrobe er ook. Ruben Keith. Alleen dan wordt het beter. 15-4 is het vandaag, jongens. Let's go. 15-4. Oké. Okay. Goed dan met mij. Nice. Mooi zo, mooi zo. Even kijken. Zo, ik ben er voor de sheet. Dankjewel, Lucky Otten. Toppertje. Bert wordt een vruchtje vanavond op tijdplat. Nou, zo ja, inderdaad. Je bent om 8 uur al in bed. Holy shit. Dat is wel heel vroeg, inderdaad. Best Quinny. Een Crimson Haze pack. Ik ga jou een tikkie versturen. Komt ie aan. Best Quinny. Best. Daar sta je alweer. Top. Best Quinny. €2,99 is er bij elkaar. Laat me even weten als hij betaald is. Dan gaan we. En jongens, als jullie nog een van deze promo's willen hebben. Deze natuurlijk 30.000 channel points. En deze promo is €5. Als je er eentje wilt bestellen, let me know. Custom made. Voor jullie. Speciaal voor jullie. Ah, ze zijn wel leuk, hè? Ze blijven ook wel leuk, gewoon. Nee, operatie achter de rug. Dus oma moet een beetje rusten aan. Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, dat snap ik wel, ja. Alright, Best Squinny. If you're ready for it, let me know in the chat. Dan gaan we beginnen. Yo, 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 Sparky! Volgende week ben ik midweek weg. Dan ga ik naar een pretpark. Deinrel, ken je dat? Weet niet of we daar ook blijven slapen. Het is wel leuk om daar te blijven slapen, ja. En dan gewoon de volgende dag lekker zwemmen weer. Deinrel, stop, man. Deinrel, stop. Lekker de hele dag in het zwembad daar. ik moet nog iets meer dan 15.000 voor de promo. Oeh, dus je moet nog even volhouden, ja. Hij is betaald, Best Quinny, topper. Dan gaan we hem openen. Komt hij aan, hè. Crimson Haze. Dan doen we het gewoon zo. Dat kan ook. Crimson Haze. Wat lekker van die PSA zijn. Ja, maat. We hebben gewoon een PSA return over de €1500 van eind februari. Dus er komt een kaart terug die zeg maar, laten we zeggen, €1500 waard is. Dus dat is serieus wel, dat is wel serieus. Ja, vet. We hebben dus van januari, eind januari hebben we een kaart die over de 500 is. En we hebben dus van eind februari een kaart die over de 1500 is. Ja, dat is wel serieus. Zijn serieuze returns zijn dat. Helaas, geen hitje, maar natuurlijk wel een vintage kaartje. Een Meowth. Jungle Meowth. In het Engels, samen met een Poker Bruce kaartje. Komt ie aan. The Armored Mewtwo Secret Rare, nummertje 23 van de 22. Let's go. Zitten mijn kaartjes ook tussen? Ben benieuwd, leuk man. Ik hoop echt op goede grades op mijn zwarts. Maar PSA lukt is niet best. Nou, ik hoor van een hoop mensen dat PSA lage grades heeft. Dus ik hoop niet dat het met onze zending ook zo is. Maar ja, je weet het nooit, hè. Het is altijd maar, het is altijd maar mensenwerk. Dus het is altijd maar een gok. You never know. You never know. Heerlijk, nog 10 weken en dan zit ik met mijn aars op het strand. Oh, lekker zeg. Best Quinny, dankjewel. Best Quinny, let's go. Even kijken, 15-4. Alright. Hey jongens, we hebben echt superveel producten op voorraad. 151, Paldea Face, Crown Zenith. We hebben Dragon Ball. Temporal Force, Obsidian Flames, Paldea, Paradox, Crown Zenith. Oh, die had ik al genoemd. Battle Styles, Fusion, Silver Tempest, Rebel Grass, Scarlet and Violet, V-Star Universe, VMAX, Climax. Maat, we hebben echt alles gewoon. Dat is niet normaal. En natuurlijk vintage, waaronder de First Edition Team Rockets. Die hebben we gewoon nog steeds op voorraad. Zijn nog steeds een way, dus je weet nooit wat eruit kan komen. Lijpe shit. En dan 2 maanden later weer. Oh, lekker zeg. Om de 2 maanden, echt?
Jezus, leventje wel. Hé hey jongens, we gaan de box openen. We gaan de box openen. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Alright. Ik moet zeggen, ik heb het gekocht. Maar ik had er eigenlijk helemaal geen geld voor. ja, soms moet je dat gewoon doen, toch? Soms moet je gewoon die risico's nemen, weet je wel. Komt wel weer. Geld, wat is geld nou, weet je? Hey, Ocean Jordan. Yo. Welkom bij deze stream. Leuk dat je meekijkt. Come on. Oké. Hij is open. Geld is wel makkelijk als je er veel van hebt. Ja, maar echt. Dat is wel, dat maakt het wel een stuk makkelijker. Ja, leuk jongen, die Facebook-groep. Oké, ik zie hier een hoop lege dozen. Ik zie hier een... Goed. Volgens mij ben ik genaaid, jongens. 400 euro mystery box en ik krijg een lege doos met M&M, neppe M&M. IJsjes, dat is niet helemaal lekker. Dat is niet helemaal goed. Degene hield wel van schnitzel. Ja, dat dacht ik. Ja, ik moest even die kijkers omhoog krijgen. Ik moest even die kijkers omhoog krijgen, jongens. Dus, Oh, wat een klootzak, hè, die man. Jongens. Rara, wat is dit? Ai. Ai. Oké. Ai. Komt die aan, hè? 400 euro mystery box. Jongens. Woe! Wat gaat erin zitten?
Ja, natuurlijk is het de Southern Islands Mafia. Dat moest ik natuurlijk hebben, jongens. Kijk eens aan. Tropical Island. Rainbow Island. Ja, daar is ie. Een hele mooie map. Top. Hij is netjes, dat is mooi. Daar ben ik heel blij mee. Maar het belangrijkste is natuurlijk, wat zit hier allemaal in? En dat zijn natuurlijk... Alle mooie Southern Island kaartjes. Ja. Oké, ik ga ze wel even eruit halen. En even een nieuw sleeve omheen gooien. Wat een kaartjes, jongens. Ja, ze zijn nog best prima. Voor Neermeer kaartjes zijn dit best wel prima kaartjes, jongens. Oei. Daar ben ik blij om, ouwe. Daar ben ik heel blij om. Alright. Meryl. The Slow King. Dikke printlijn, dat is wel jammer. Maar dat had ik op de foto al gezien. En wat krasjes, ja, dat is jammer. Achterkant is nog wel helemaal clean. Deze is misschien zelfs nog iets minder dan Neermint. Excellent Plus misschien. Mooi, hè. Dikke swirls erin ook. Wat een kaartjes, joh. Je hebt weer een paar semi-rigged units erbij. Ja. Ja, een paar deze. Er waren twee kaartjes die waren wat minder. Dat was deze en... volgens mij de Sand Slash, dacht ik. Of de Primate, dat zou ook nog kunnen. Maar ja, voor de mensen die dat nog niet weten, ik spaar dus Southern Island sets. En ik ben helemaal dol op die sets. Ik ga daar helemaal lekker op, zeg maar. Ik vind zulke vette kaarten, jongen, echt. Ik kan ook Charizard zien. Wist je dat deze kaart gewoon een Charizard op de achtergrond heeft? Ja, mooi, hè. Het is niet de cleanste set, hoor, die ik heb. Ik heb een cleanere set, maar ik kon het gewoon voor €400... kon ik het gewoon niet laten. Ik moest en zou hem hebben. Ladyba! Here we go. Kom maar uit. Dankjewel. Een pidgetvleugel. Ja, het is een... het is een, hoe heet het? Het is een plaatje. Het is dus zeg maar een plaatje. En daar zijn de kaarten dus van gemaakt. Daarom heet het de Southern Islands Collectie. En die is gemaakt door middel van de... Kijk. Dit zijn zeg maar de eilanden. Nou, om als voorbeeld te geven. De Slowpoke. Slowking bedoel ik. Samen met Zuidek zitten hier. En dat is dus dat deel van het eiland... Zijn die genomen. En dan heb je hier de Lepros. Tentacruel. Lickitung. En dan heb je aan de andere kant. Ja,
heb hier de Mew. Met de Pidgeot. En de Charizard en de Onix. En dit is het andere eiland. Dit heet de Rainbow Island. Mooi, hè? Mooi, hè? Licky Time, what the fuck? Licky? Licky Time? Wat? Licky Time? Kom je daar dan weer bij? Alright. The Butterfree! Ja, het is dus een collectie van 18 kaartjes, jongens. 18 kaartjes in totaal zitten in deze set. Waarvan 6 holo's. En deze set heb ik dus compleet met de originele map. Mew, Pidgeot, Charizard, Steelix, Slowking. Oh, Lickitung. Kenden jullie die niet? Oeh, nice. Vileplume. Kenden de Lickitung nog niet eens? Gaan nu alle extra Pokémon's benoemd worden? Ja, denk het wel, toch? De Vileplume. Dikke Swirls worden in deze set, jongens. Je vindt ze vaak, hoor, met Swirls. Ik heb natuurlijk ook die Beckett set. Zo, deze is clean even aan de achterkant. Als de Togepi nou nog mooier is dan deze. Wat? Als de Togepi nou nog mooier is dan deze, dan ga ik die misschien wel laten creëren. Ik zou wel blij zijn als ik de Pikachu kaart van deze set zou hebben. Ja, echt hè. Wat? Licky Time? Dus de Eve van Evolving krijgt de Rayquaza ook benoemd? Wat? Ja, vind ik wel. Die heb ik nog niet gevangen. Ik doe sinds kort weer Pokémon Go. Daarmee blijf ik in beweging buiten Arnijs. Oké, jongens. We gaan nu zien of deze kaart gradable is, ja of nee. Maar ik zie het al. Laat maar zitten. Deze heeft veel meer krasjes dan de kaarten die ik heb opgestuurd. Dat zie je ook meteen op de holo. Dat is jammer, hè. Ja, deze is echt heel moeilijk om te graden. Hij heeft wel een mooie swirl. Er zit ook een krasje doorheen, zie ik. Aan de rechterkant zo. Mooie kaart. Die is wel excellent, ja. Ja, kijk maar. De achterkant is heel mooi. De achterkant is heel netjes. Dus die wordt op excellent plus gedaan. Het is wel goed gecenterd trouwens. Dat is wel mooi. Mooie kaartjes hoor. Daar ben ik heel blij mee. Heel blij mee. Absoluut. There we go. En Eradicate. Lever maar in bij je mod. Die wordt er wel blij van, ondanks de krasjes. Ja. Nee, ik ben echt serieus, zeg maar. Ik wil gewoon zoveel mogelijk van deze set. Zoveel mogelijk. En als het maar near mint is. Of, nou ja, inderdaad. Sommigen dan excellent plus. Maar kijk, deze is dan weer heel clean. Er kan ook niet zoveel fout gaan natuurlijk met deze kaarten. De Raticate. Vet hoor. Zullen we deze even weghalen? Zullen we die even weghalen? Alright. Dan gaan we naar de volgende stapel, jongens. De volgende stapel. Oeh, Ivysaur. Nice. Sowieso, de arts van deze kaart zijn super tof. Het is gewoon een leuke set, ja. Ik kan er niks anders van zeggen, jongens. Het is gewoon een hele toffe set. Ik zie de Togepi daar op de hoek. Dat is jammer. Verder wel redelijk clean. Vileplume is $570 in de 10. Ja.
Ik heb de gehele set heb ik dus gewoon in een 9, behalve de Togepi. En die hele set was gebaseerd op $2500 in Beckett kaartjes. Dus het is echt wel een dure set ook. Daarom voor $400, zo'n mooie set is wel de moeite waard. Zeker als je alles laat graden, krijg je sowieso je geld terug, maar dat ga ik niet doen. Want ik heb al een gegrade setje. Dus deze blijft mooi in de map. Ik wil ooit nog een sealed collectie van Sunner Island hebben. Nee, er zit wel een sleeve in hoor. Er zit een sleeve in. Maar het zijn, zijn de wat hardere sleeves. Dus ik doe ze nu in de wat zachtere sleeves. Tentacruel met de Dragonite. Ook super tof. Execute the Love D. Hij is leuk hè. Hé hey, Mireille, goeiedag. Goedenavond. Tentacruel. Leopard, ja. Er zitten een paar kaarten. Holo Mew inderdaad, maar er zit, je hebt zo'n pakketje zeg maar, het is een ja, plat pakketje, het is ongeveer zo groot. En daar zit dan ook de Wader in, ook de Mew in. Goed, komt net uit Den Haag. Wat de fuck heb je in Den Haag gedaan? Oh ja. Ja inderdaad, deze is wel wat minder dan de rest. Ik snap wat hij daarmee bedoelt. Ah, still not bad. En dan de laatste. De Jigglypuff. Ook een van de gewilde.
vaak onder de dames. Is dit wel een gewilde kaart? Jigglypuff. Claim twee keer puff. Mike, gaan we fixen. F was in mijn hometown? Niet eens voor mij. Nee, voor een andere chick. Oh shit. Voor nog een andere chick. Meen je niet. Here we go. Jigglypuff. Nou jongens, eerlijk. Eerlijk. Dit is wel een mooie set, of niet? Heel blij mee. Alright. Samen met de mooie map. Met het doorzichtige eiland. Met het doorzichtige eiland. Dat is vet, hè. Dit zijn dan de eilanden. Of althans de delen van het eiland. En dit is het andere eilanddeel. Fantasy Rainbow Island. Ja, mooi man. Blij mee. Oprecht. Oprecht heel blij mee. Goeie koop. Goeie koop. Nou, dat was dan de 400 euro mystery box, jongens. De 400 euro mystery box. Ja, 400 euro. Ik zie ze wel vaker voorbij komen, hoor. Maar vaak is de staat wat slechter. Waardoor ik hem meestal laat schieten. Dat ik dan denk van ja, dan wil ik het. Ja, dat is hem dan net niet voor mij, zeg maar. Maar deze was wel een goede staat. Dus het is heel belangrijk dat je gewoon goede foto's opvraagt. Als je zo'n set gaat kopen, vraag de foto's op. Zodat je een goede indicatie krijgt van hoe de set eruit ziet. En vooral de holo's dan. Dat zijn eigenlijk, dat zijn de duurste. En dan heb je die Pidgeot, die Wartortle, die Ivysaur, de Lapras. Dat zijn een beetje de dure kaartjes. Bogey, Bruce, Sudden, Icelands. Voor nu even, dan weet ik tenminste waar die ligt. Ik gooi hem wel in de bak. Niet mijn sterkste kant. Nou, ik denk van veel mensen niet hoor, eigenlijk. Betaalt ook meteen. Topper, Mike. Toppie top. Alright. Deze kunnen weer in de bak. Alright, hey jongens en meiden. Oh my god. We horen net dat omdat we derde zijn geworden, dat we gewoon mee mogen doen aan het NK. Wat? Hoe fucking cool is dat? Aan het Nederlands kampioenschap. Dat is toch cool? Sorry, jongens. Voor als jullie het nog niet hoorden. Oh, mag ik het hier zeggen? Onze dans is gisteren derde geworden en nu mogen we meedoen aan het NK. Moet je ook wel zo blij. Alleen nou moet iedereen wel kunnen. Mij. Stress! Stress! 12 mei al? Ja! Holy shit! Dat is ik snel. Dat iedereen kan. 5 hebben al. En dan gaan jullie dezelfde dansen? Ja. Oh vet. Holy shit! Lekker zo, GG! Spanning en stress! Yeah bitches! Ja, is wel een dansje waard. Ja, dat was leuk jongens. Ik was zeker fan van jullie. Ja, vond ik wel leuk dat je zo goed aan het dansen. En derde jongens. Voor de mensen die dat nog niet hebben gezien op Instagram. Het was op mijn privé Instagram, ja. Dus jullie hebben het misschien helemaal niet gezien. Ik kan wel even een stukje. Ik kan wel even een stukje laten zien. Daar is Pokesoft.
Daar is Pocoso. Midden achterin. Midden achterin. Dit vond ik een mooi stuk. Passion. Hey boy, kleine twee pakjes pap. Lekker maat. Nou goed. There is no fire. Daar gaat ze hoor, daar gaat ze hoor. Leuk hoor. Dat is heel tof. En ja, ze hebben gewoon derde plek. De dames. Echt leuk. Ik vond die zwarte pakjes wel leuk. Ja, die vond ik ook wel leuk. Ja. Dat waren... Waar zijn ze? Deze, denk ik. Die waren ook wel interessant. Zeker weten, ja. Maar ze deden het wel heel goed, ja. Fucking hoge hakken. Ja, maar ze dansten meer op de grond. En deze vond ik heel vet. Maar dat was dan, dat was bij hip-hop. Dus ik weet niet of je die... Deze hadden wij niet gezien, maar dit is ook van mijn danslerares. Oh ja, die was ook cool. Ja. Deze is ook van mijn danslerares en die hebben eerste prijs gewonnen. Urban. Maar zij zijn wel iets jonger, denk ik. Leuk, hè, Amy? Het gaat snel, hè? Ja, we hebben een klein stukje van deze dans geweest, maar het is fucking snel. Dit kan ik niet zo goed. Zo, hè? Ja, heel vet. Sorry, I'm taking over your stuff. Alright. Maar, even kijken. We hadden Pekkies die we gaan openen. Dus ja, heel leuk zo. Maar waar is de NK? Waar kunnen we de NK kijken met z'n allen? We komen met z'n allen supporten, toch? Met z'n allen naar Pokesoven, de dansvoorstelling. Wel vet hoor, NK. Nederlands kampioenschap, ga je gewoon meedoen. Nou ja, ik hoop dat iedereen kan. We hebben nu 5 jaar. Oké. Okay. Nou, dan moeten ze maar, ze moeten maar even meedoen. Vind ik ook. Ja. Heel simpel. Ze moeten maar gewoon meedoen. Ze hebben geen keus. Alright. Ja, ze kan, dan kom ik. Gezellig, leuk. Ellen. Welkom. Leuk dat je mee joint bij de Poketable. Bruce moet de dans ook leren, dan kan hij invallen.
Hetzelfde plaats. Oh, dat is bij Hart van Nederland, jongens. Dat is in Hilversum, is dat. Nee. Zo al eens nagedacht om je op te geven aan Hollands Got Talent? Nee, ik heb wel meegedaan met So You Think. Ze heeft meegedaan aan een soort So You Think You Can Dance. En je hebt altijd geprobeerd danser te worden, toch? Ze heeft altijd... 3 jaar lang audities gedaan bij 4 verschillende scholen. Je moet echt harder praten, want hun horen het niet. Ik zeg het tegen jou. Ja, maar dan moet ik het weer herhalen. Ik heb 3 jaar lang audities gedaan bij 3 verschillende scholen door heel Nederland. Maar ze had te dikke billen, want ze was te klein, dus ja, dat kon gewoon niet. En anders had ik jou niet ontmoet, hè? Dat is waar, anders had ik je niet ontmoet, nee. Dan had ik je daar moeten zoeken, dan had ik nooit heen gegaan. Bij moderne dans. Even kijken, Mike, we gaan je van jou 2 pakjes Paldé & Veets openen. En je had hem al betaald zelfs, lekker maat. Dan gaan we, 2 pakjes Paldé & Veets. We hebben nog 3 mensen die kans maken op een WOTC kaartje. Als je iets bestelt, de eerste 7 bestellers krijgen een gratis WOTC kaartje. Woep woep, dat is de eerste. Maar dat hoorde je net bij dansen. Ja, het kwam net in. Wat leuk, joh. Come on. Come on, Mike. Oeh, Squackabilly Full Art. Paul Dien student en een Raichu holographic. Een full artje voor meneer. There we go. Hopla. En voor jou. Oeh, die is wel heel erg damaged. Oké, je mag kiezen. Deze is wel heel erg damage namelijk. Dus de Bulbasaur. Engelse beest uit Bulbasaur. Of de Pikachu. Oké. Ik denk dat ik hem al weet. Ja, snap je? Een mooie Pikachu of een verrotte Ivysaur. Bulbasaur. Squirtle, Bulbasaur, Ivysaur. Jezus, ik kom gewoon niet uit mijn woorden. En natuurlijk ook een Poké Blues kaartje. Daar gaan we. De Kadabra. Nummertje 16 van 22. Dankjewel, man. There we go. Mike. Sovies. 15-4. Alright, dan gaan we naar Hyperboy. We zijn ook compleet. Ja, I know. Maar misschien voor de tweede set. Misschien voor de tweede set. Ook 2 pakjes. Paul Day & Fates. Dan gaan we. Hyperboy. Let's go. Hey, ik wilde zometeen gaan gamen waarschijnlijk. Vind je het leuk als ik dat met de HD-camera van PlayStation 5 dan online gooi? Dat we gewoon live gaan daar? Ik weet nog niet welke game ik wilde gaan doen. Maar kunnen we op zich wel doen. Voor de andere set, oké. Kijk of je iets nieuws kan doen. Ja, moeten we wel een hit poelen. We moeten wel een hit poelen, Hyperboy. Come on. Full Arch of zo. Alt Arch is ook goed. Baby Shiny ook goed. Lapis. Een Nemona. Full Arch. Helaas niks waard. Dat is jammer. Wel Full Arch. There we go. Maar misschien krijg je wel een nieuwe vintage kaartje die je nog niet hebt van WOTC. En dat is Charmander BZ Engels. En de Poké Bruce kaart, dat is de Psychic. Altijd lekker, Charmandertje. Charmander. Charmander. There we go. Hyperboy. Dankjewel. Nee, precies. Niet de Nederlandse. Die zit er ook wel tussen, ja. Nederlandse. Hyperboy, dankjewel, maatje. Hyperboy. 15-4. Let's go. Alright. Hey jongens. Heb je nog Dragon Ball? Jazeker. Nog zat. Nog zat. Ik heb hier nog een sealed box. Ik heb hier nog 5 sealed boxes en ik heb ook nog losse packs. Niet heel veel meer trouwens. Dit zijn er nog, even kijken. 2, 4, 6, 7.
Mag ik 4? Ja, uiteraard. Uiteraard. Hebben jullie al 2 keer gepot? Die Nederlandse? Oké, dan blijven er 3 over. 4 maal voor Emmy. Dat is bij elkaar. Dat is bij elkaar 18 euro's. 18 euro's. Alright, here we go. Pakket zeker open. Ja, pakket is open. Ik zal even laten zien. Dat is deze. Ik heb een complete Southern Islands collectie opgekocht. Van Wizards of the Coast. De laatste collectie die hun hebben gemaakt. Deze is gemaakt in 2001. En in 2003 kwam natuurlijk de Skyridge set. Dat is de laatste set die hun hebben gemaakt. En dit is de laatste collectie die ze hebben gemaakt. Super vette map. Ook super vette holo's erin. Die heb ik al ingepakt, dus die kan ik helaas niet zien. Dan moet je maar even terugkijken. Maar ik ben er zeker blij mee. Mooie Neermint Action Plus setje. Voor 400 euro. Ja, lekker man. Alright, Emmy! Daar komt ie. Wish Assistance of God Destruction and a Rare. Dat is 1. Pack nummer 2. Here we go. Vegeta. Super Son Goku. Beginning of a Legend. Crusher Underling. Frieza, 100% full power. Kai Unleashed. Beerus, Godly Games. We hebben een The Heroes Melody. En een Super Saiyan 2 Kefla. There we go. Toppie, dankjewel Emmy. Come on. Ik denk dat Super Saiyan 3 nog wel mijn favoriet is eigenlijk. Super Saiyan 3 is wel mijn favoriet. Class of the Strongest. Cooler Brotherly Assistance. En Super Saiyan 4 Son Goku. Lijpbaar. Lijpe kaart ook. Alright, here we go. Weet je wat de groep 8 waar ik vandaag inviel keek in de lunchpauze? Vertel. Dragon Ball Z. Piccolo. Vegeta. Concentrated Saiyan power to make a god. Son Gohan. Krillin. Sensu Bean Resurrection. Disaster Assistance. An overwhelming difference in power. Beerus Godly Whims. And the Hirudagon Energy Absorption Complete. Dat is One Piece of Netflix. Oh, echt? Lachen. Lachen, lachen. Geen SR'tje voor jou helaas. Wil je die laatste 3 ook? Om te kijken of we nog een SR'tje kunnen poelen. Ik open er eentje voor je, oké? Eentje cadeau voor mij. Komt-ie aan, Emmy. Oeh, SR'tje! Tuurlijk, joh. Gratis. Gratis! Tuurlijk. SR'tje in de building. Nee, echt hè, Ruben? Die andere 2 betaal ik al? Oké, check. Jongen, dit is gewoon een goede verkooptruc. Anders had ik deze 2 niet verkocht. Weet je wel? En nu heb ik er 2 extra verkocht. Dat zeg ik dan gewoon. Nee, het is ook maar goed dat ze niet heeft gezien dat die 400 euro aan die map hebben uitgegeven. Son Gohan, Super Saiyan 2 Vegeta, Charging Rage, SR in the building. Mooi hoor.
Twee SR'tjes toch nog. Emma roepen dat die leraar het zo zwaar hebben. Ja, echt hè? Super Saiyan 3, Brawly. Turtles. Beerus. Frieza. Ginyu. Turtles. En de Beerus Godly Greatness. SR. Drie SR'tjes toch nog. Zaten toch die SR'tjes in de laatste drie packs. Lekker hoor. Ik ga het even zo doen. Dan past het allemaal mooi bij elkaar in het doosje. En natuurlijk ook voor Emmy een gratis Pokébrews kaartje. De Haunter. De Pokébrews Haunter. En... Oeh, Charmeleon. Nice. De evolutie van de Charmander. Let's go. Charmeleon. Welke Pokébrews kaart heb jij eigenlijk? Je hebt de Pokébrews. Volgens mij Nederlandse. Ja, Nederlandse Bulbasaur. Nederlandse Bulbasaur. Ik geloof niet dat het iets voor mij is, maar even netjes kijken is wel lekker natuurlijk. Dat doen we alleen tijdens het brood eten, de rest van de orde, van de dag orde en regelmatig hard werken. Check hem ook kijken tijdens het eten is ook wel leuk hè. Maar jij kunt deze week de submission al halen? Nou, dat ligt eraan, Hyperboy. In principe zou de submission deze week er al zijn. Maar het ligt bij de douane, dus we weten niet hoe lang dat gaat duren. Dat is het vervelende. Ze zijn dus bij de douane tegen. Ja, soms heb je een steekproef, dan komt het bij de douane. Dus ja, dan is het iets langer wachten. Maar ik hoop dat ik ze dan tegelijk kan halen met die andere. Ik hoop dat die andere submission van eind februari niet in de douane terechtkomt. Want als die er niet in terechtkomt, zou ik ze in principe beide tegelijk kunnen ophalen. Dan hebben we echt een mega submission return. Dus dat is wel heel vet. Dus ja, dat is afwachten. Afwachten. Ik heb nog geen mail gehad. De laatste mail wat ik heb gekregen was deze. Oh, even kijken. Thank you, I have no date for the delivery yet. Your other order that's on its way is in customs delay. That should be moving soon. I will let you know. Have a good day. Dus dat is nog even afwachten. Ze moeten nog even de drugs ertussenuit halen inderdaad. Ja, klopt. Top. Dus ja, afwachten jongens. Maar gelukkig, het is nog binnen de 3 maanden. Dus we mogen nergens over klagen. Die anderen waren gewoon super snel. En ik denk dat die van eind februari, dat die wel dus binnen 2 maandjes terug is. Dus het zou echt top zijn als ze allebei tegelijk kan ophalen. Dan hebben we echt een mega return gewoon. Met een kaart van 1500 en een kaart die sowieso over de 500 heen is gegaan. Lijpe shit. Ik ben echt benieuwd hoeveel tienen we gaan halen, jongens. Ik ben benieuwd hoeveel tienen we gaan halen. Of we überhaupt tienen gaan halen. Dat is ook nog een vraag. Alright, is er nog iemand die wat wil bestellen? Anders gooi ik hem lekker offline en dan gaan we lekker een potje gamen. Ik ga denk ik wel van een nieuw account aanmaken om te gamen, zodat ik hier niet partnership verneuk met weinig kijkers. Ik zou het sowieso wachten en lekker in één keer halen. Ik denk ook wel dat ik dat ga doen hoor. Ja, de Sergeant Shooters account inderdaad, ja. Dan heb je meteen een rip bespaard waardoor je weer kiet speelt met de keer dat je eigenlijk onnodig was geweest. Ah, ik vond het sowieso niet onnodig. Ik vond het echt leuk. Ik hoop dat mijn Nemo een 10 is. De Buzz en Woody is mogelijk een 9 of 8. Ik hoop het, maat. Ik heb geen idee.
Ik heb maar eentje teruggekregen. Ik heb maar eentje teruggekregen qua cijfer. En ik weet niet wat de grade is. Dus dit is spannend. Ik hoop dat iedereen een 10 krijgt. Ja, echt. Iedereen. Jij een 10. En jij een 10. En jij een 10. Ja, die Buzz Lightyear en zo, die waren ook duur, hè. Die waren ook duur, inderdaad, ja. Oké, jongens. Je zou maar moe zijn. Maar ik heb wel zin om te gamen. Als ik een 10 krijg, dan is het uitzonderlijk. Ik vind jullie allemaal een dikke 10. Lekker, maat! Er waren wel meer kaars boven de 500. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik ben een 10. Volhouden dat, hè. Oké, jongens. Dankjewel voor het meekijken. Was gezellig. Ik zie jullie woensdag live om 8 uur. Dan gaan we weer onze normale woensdag break the week doen. En, ja. Zat spul op voorraad. We hebben nog boosterbundels. ETB's. Collectieboxen. Boosterboxen. Losse packs. Van alles wat eigenlijk. Ja. En oh ja. Oh, wacht. Misschien kunnen we wel even één ding doen voordat we allemaal weggaan. Voor de kijkers die nu als strijders hier waren. Ik heb voor jullie wat leuks, jongens. Even kijken. Ik heb wat leuks voor jullie. Komt-ie aan, hè. Instagram was dat. Oké. Aan, hè? Ja, dat is prima, hoor. Dat is prima. Alright, jongens. Pokémon World Events, oftewel Pokémon World in de Expo in Houten. 20 en 21 juli. Daar sta ik natuurlijk zelf op de beurs. We hebben 3 tafels. Jacqueline zal 1 tafel met allemaal leuke goodies volmaken. En ik zal die andere 2 tafels vullen. En waarschijnlijk komt Jur mij helpen tijdens de beurs. Maar we staan er 2 dagen. En ik mag voor deze beurs mag ik niet alleen de hele reclame maken. Maar ik mag ook 2 tickets weggeven. Sorry, 5 tickets weggeven. Ik mag 5 gratis tickets weggeven. Dus, heb jij nou nog geen ticket? Heb jij nou nog geen ticket voor deze beurs? Dan gaan we dat nu eentje regelen voor jou. Even kijken. Ik ga een hashtag erin gooien. Die mag je zo meteen kopiëren en plakken. Als je 20 en 21 juli kan, dan kan je dus naar die beurs toe. Thank you guys. That was awesome. Thank you. Even kijken. Oké, jongens. Komt-ie aan, hè? Kopieer en plak. Hashtag Pokémon World Events. Als je mee wilt doen aan deze giveaway. Een gratis ticket voor deze beurs. Van 20 tot de 21 juli kan je dus gratis aanwezig zijn op dit event. Mocht jij de ticket winnen. Dus als je mee wilt doen, doe even hashtag Pokémon World Events. En dan maak je kans. We hebben maar 29 kijkers, dus je maakt serieus goede kansen. Wil je een gratis ticket winnen, dan gaan we dat fixen. Ik ga als het goed is al als stand houden. Lekker. Lekker bezig.
Nou, heb ik wel een kaartje. Wel een kaartje, misschien kan iemand anders het goed gebruiken. Maakt niet uit. Als je hem wint, dan mag je hem ook weggeven. Alright, we hebben nu 5 mensen die meedoen. 5 mensen die meedoen. Er zijn er nog anderen die mee willen doen. Gooi het nu in de chat. Hashtag Pokémon World Events. Ik weet even niet hoe duur de tickets normaal zijn. Een tientje. Een ticket is een tientje voor 1 dag. Dus als je het hele weekend wilt, ben je 20 euro kwijt. Die kan je nu gewoon gratis winnen. Kan je nu gewoon gratis winnen. 20 en 21 juli. 20 en 21 juli. Dan ben jij al terug. Dat heb je vorige keer ook al gezegd. Vorige keer zei je dat je op vakantie was. Zo, dan ben je al lang terug, joh. Mystery Box is al open. Ja, Mitchell. Kijk, joh. Ik heb een Southern Island collectie opgekocht in Excellent Plus Near Mint conditie. Met alle mooie kaartjes erbij natuurlijk. Uiteraard. De gehele collectie, alle 18 kaartjes, inclusief holo's, die heb ik compleet. Alright, als je mee wilt doen, jongens, hashtag Pokémon World Events als je mee wilt gaan naar de beurs. Ticket wordt gratis weggegeven, mocht jij deze giveaway winnen. Daar gaan we, jongens. 3, 2, 1... Red Hunter heeft de giveaway gewonnen. Red Hunter, je mag mij een privéberichtje sturen. En ik zal jou een linkje geven met een code waardoor jij een gratis kaartje kan kopen, maatje. Lekker, maat. Gefeliciteerd. Welke dag ga je, Red Hunter? Zaterdag of zondag? Of ga je ze alle twee? Ik weet trouwens niet of het voor alle twee is. Dat weet ik niet eens. GG! Red Hunter, leuk man, gezellig. Sowieso één van de dagen, ja precies. Sowieso één van de dagen kom je, gezellig. Leuk man, stuur me maar even een WhatsAppje, dan ga ik fixen dat jij dat kaartje van me krijgt. Met dank aan Pokémon World natuurlijk, aan Betty. En voor het regelen voor de tickets. Hé jongens, ik wens jullie allemaal een fijne avond. Slaap lekker. En tot woensdag. Tot woensdag in de stream. Dan kan je er weer één winnen, jongens. Aankomende woensdag kan je er weer één winnen. Zorg dat je dus aanwezig bent. Het is voor één van de kijkers. En het is gratis, dus altijd leuk. Thanks, maat. Ik heb je een nummer niet. Oh, stuur me even een Instagram DM'tje dan. Instagram DM'tje is goed. Of dit nummer, ja. Hier mag je me altijd een WhatsAppje dan zien. Joeie!